Some say love, it is a razor that leaves the soul to bleed. Ja, ik vind het heel lastig eigenlijk, Mac, om over toch over vroeger te praten, omdat ik heel lang het beeld heb gehad dat ik in een gezin ben opgegroeid waar te weinig liefde was. En mijn vader was dus best wel agressief en overspannen en heel erg overprikkeld. Dus als ik als kind maar iets te veel geluid maakte, dan ontplofte er een bom. En dat is iets wat ik heel lang bij me heb gedragen, totdat ik er zelf voor koos dat het anders moest, zeg maar. Of ik koos voor het leven, koos ervoor. Omdat ik gewoon zo depressief was dat ik niet meer wilde leven. Maar er was toch nog altijd een vuurtje in mij dat zei van ja, maar we kunnen er iets aan gaan doen. Intimiteit en seksualiteit zijn belangrijke thema's geworden in Christa's leven. Ik denk dat ik daarin mijn grootste pijn heb opgelopen. En bij je grootste pijn wordt je grootste kracht, of kan dat worden als je daar heling in vindt. Ik voel dat ik op dit moment op een punt sta in mijn leven dat ik wil openbarsten, zeg maar. Ik heb zoveel ervaren en zoveel gezien en zoveel getransformeerd in mezelf. En ja, ik voel me echt zo'n fontein. Ik wil het gewoon delen met de wereld. Iedereen heeft hier recht op en ik wil gewoon de liefde delen. Christa doet dat door middel van intimiteitscoaching met mannen. Soms gaat het echt heel direct over intimiteit. Dus soms willen ze graag een vriendinnetje, maar lukt dat niet. Soms hebben ze een relatie, maar zijn ze daar niet gelukkig in. Maar uiteindelijk gaat het veel meer over de relatie die ze met zichzelf hebben. Ook organiseert Christa cirkelgesprekken voor vrouwen, waar openlijk over seks wordt gesproken. Ik ben nu bezig met de vrouwencirkels. En daarin wil ik dus ook vrouwen samenbrengen om over deze thema's te praten. En ik voel heel sterk dat juist in de verbinding tussen mensen, in het delen erover, het praten erover en heel erg het toestaan ook van aan de ene kant de pijn, die we denken in alle vrouwen is. Maar aan de andere kant ook de vreugde en de heiligheid. En wat maakt seks nou vrouwelijk? Dus ook heel erg die spiciness om daarover met elkaar te praten. En dat er gewoon ruimte is voor alles, het hele spectrum wat er maar in seksualiteit te beleven valt. The bitter snow lies the sea that with the sun's love in the spring becomes the rose.